Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. We gaan zo praten met Barend Raaf. Barend, je bent van Harvard. Daar komen we zo direct op terug, maar stekelijk, ik wil het niet tot het einde bewaren. Wij zijn niet van de kwantiteit, maar we zijn van de kwaliteit. De nieuwe editie van het FMT Magazine is er. Ben je nog geen member van Fast Moving Targets? Ga dan even naar de website, kun je het daar vinden. Voor een luttelbedrag van 10 euro per maand help je media over innovatie mogelijk maken en ontvang je dit nieuwe nummer. Met onder meer, we hebben het allemaal in, Bunk, Waka Waka, Snapcar, Pop, Swapfiets, et cetera. Ja, en dan die prachtige foto's van Guido van Nispen. Ja, die maken het echt helemaal af. Dus ik ga het ongetwijfeld aan het einde nog een keer zeggen, maar ik dacht, ja, we moeten niet tot het einde wachten. Ik wil het nu nog eventjes vertellen. Hij ziet er weer prachtig uit. Kijk zo van Tol. Swap, ja. Van Snapcar. Ja, ja, mooi hoor. En zoals altijd, we gebruiken ongeveer alle diensten. Dus ik heb Waka Waka in huis. Ik heb een swapfiets net aangeschaft. Betaal ik, wat denk je wat voor overhemd ik aan heb? Voor overhemd jij aan hebt. Hoe heet dat bedrijf nou ook weer? Ze hebben nu een t-shirt, hè? Ja, je kunt er wijn overheen gooien. Nou, we komen er zo terug. Komen we later op terug. Maar goed, hou dat eventjes in je achterhoofd. We praten nu over Harvard. Barend, top. Wat doe je? Dus wat jullie gaan ook klant bij Harvard worden? Nou, als we mensen nodig hebben. Mensen, ja, zeker. Nee, perfect, daar hoop ik jullie aan. Maar je moet ons eerst even vertellen wat jullie doen. Uiteraard. Harvard heeft een platform ontwikkeld. En met dat platform kunnen organisaties uit groepen sollicitanten de beste mensen filteren. Ja, dat wil iedereen. Ja, daarom. Dus in die zin heb je een hele makkelijke pitch. Nou, dan zijn we rond. Ja, ja. Maar hoe doen jullie dat? Nou, een traditionele manier van mensen aannemen is vaak dat sollicitanten gevraagd wordt om een cv op te sturen. En daar kijken recruiters dan naar om een mening te vormen. Dat is best wel een oud proces. Dus wij hebben dat rigoureus op de schop gegooid. Dus bij onze klanten, als je daar wil gaan solliciteren, stuur je geen cv meer op. Maar je gaat door een online proces. En in dat online proces doen wij twee dingen. We laten je zien wat het werk inhoudt. Dus je, ja, beter dan wanneer je normaal een jobsomschrijving ziet. Je krijgt een beter beeld van wat het werk inhoudt. En tegelijkertijd zijn wij in staat om zaken te meten die voorspellend zijn voor succes. Dat laatste klinkt interessant. Klopt. Hoe doe je dat? Weet je, dat klinkt natuurlijk heel, heel fancy. Hoe werkt dat dan? Het hangt natuurlijk af van het type werk wat je moet gaan doen. Maar bijvoorbeeld als voorbeeld, stel je moet in een callcenter, of je wil graag in een callcenter gaan werken. Dan zegt een cv niet zoveel of je dat zou kunnen of niet. Zeker niet als je net van school komt. Maar wat wij kunnen meten is je computervaardigheid, je typvaardigheid, je persoonlijkheid, je intelligentie. We kunnen 46 talen doormeten. Dus kijken of je goed Nederlands en Engels schrijft en spreekt. Al die uitkomsten van al die testen en assessments, die gaan in een algoritme. En dat algoritme kan dan berekenen wat de kans is dat je succesvol aan de slag kan daar. Ja, en dat doen jullie online, neem ik aan? Ja, het volledig online proces. Je hoeft niet langs te komen als je wil solliciteren. Nee. In een cv zijn mensen natuurlijk relatief vrij om op te schrijven wat hun kwaliteiten zijn. Is dit een soort fact-check op eigenlijk wat je daarin opschrijft? Ja. Kun je het zo zien? Ze noemen het pre-selectie. Hè? Maar je kan het als fact-check zien, maar heel veel zaken kan je niet op een cv omschrijven. Omdat niet alles in een cv geduid kan worden. Kan je goed met mensen omgaan? Ja, dat kan je omschrijven in wollige woorden. Maar wat zegt dat nou echt? Dus er zijn een aantal zaken. Ja, maar hoe kunnen jullie dat dan online meten? Met persoonlijkheid assessments bijvoorbeeld. Ja? Een andere. Hoe werkt dat? Er zijn verschillende manieren voor. De traditionele manier is een vragenlijst. Een andere manier om te kijken hoe iemand zich gedraagt in een situatie is wat ze situational judgment testing noemen. We laten dan een sollicitant bepaalde situaties meemaken en kijken hoe die reageert. En op basis van een meervoud aan situaties kan je dan in kaart brengen of dat gedrag in de buurt ligt van wat een klant zou willen. En hoe gaat dat dan? Schrijven jullie dan op? Weet ik veel. Er komt een klant binnen met die kwaad is over de service, bla bla bla. Dan komt de man met de dokter. Nou ja, maar dat zou kunnen. Maar dat is natuurlijk niet helemaal van deze tijd. Dus wij werken het liefst met multimedia. Dus er worden scènes gefilmd. En de scène stopt en we vragen hoe zou jij reageren als jij nu in deze scène zou zijn. Dus dat kan zijn, we hadden het net over callcenterwerk. Dat kan zijn dat een klant heel boos tegen je gaat worden. Enerzijds ervaar je dan hoe het is als een klant boos tegen je doet. Want dat kan je zelf ook doen besluiten dat je dat werk misschien niet wil doen. Ja. En tegelijkertijd kunnen we kijken hoe reageert iemand. Ja, kan je dat echt? Of kan ik ook sociaal wenselijk gedrag tegen jullie vertonen? Absoluut. Als je sociaal wenselijk gedrag vertoont, dan weet je in ieder geval van uit jezelf wat hetgene is dat verwacht wordt. Ja. En dat is dus ook goed. Ja, dat is ook al winst, zeg maar, voor selectie. Ja, en daarnaast, je gaf net nog aan dat in een cv of in een brief kan je meer van jezelf kwijt. Tegelijkertijd zijn er ook andere manieren voor.
Dus een onderdeel van dat sollicitatieproces kan ook het opnemen van die videopitch zijn, zodat je nog wat van jezelf kan vertellen en meer van jezelf kan laten zien dan dat je ooit in een brief zou kunnen doen. Hey, misschien heb ik het mis hoor. Ik heb ook vaak discussie met Johan over, die ons altijd de gasten regelt. Maar ik heb soms het idee dat we helemaal doodgegooid worden met start-ups in de HR. Ja. Dan kom jij en dan ga ik weer googlen en denk ik, daar heb je er weer eentje. De top 20 wordt gemaakt, daar komen jullie weer niet eens in voor, wijs van spreken. Waarom is dit zo'n hot gebied? Waarom duikt iedereen op die HR? Resources in het duur woord. Ja. Wij focussen natuurlijk op recruitment, maar elk bedrijf neemt mensen aan. En als je vraagt aan ondernemers, wat is nou moeilijk? En jullie hadden laatst picknick over de vloer, die gaf ook aan. Ja, we moeten 500 mensen aannemen. Ja. Als je de verkeerde personen aanneemt, dan kan dat je bedrijf echt schaden. Dus het aannemen van mensen maakt gewoon heel veel impact op je bedrijf. En als je dan gaat kijken naar de innovatie, want jullie krijgen start-ups over de vloer, dus dat zijn innovatieve bedrijven. En je gaat kijken naar wat is er nou de afgelopen 600 jaar precies geïnnoveerd in deze wereld, dan is dat niet bijster veel. Dus ik denk dat het ook nog wel een inhaalslag is. Maar die voorselectie, hè, en het een beter beeld krijgen van wat voor vlees je in de kuip hebt, daar hebben wij er ook al een paar van langs gehad. Wat doen jullie nou wezenlijk beter dan al die concurrentie? Waarom denk je van, hé, dat gaan wij toch nog beter kunnen? Ja, we hebben denk ik een aantal elementen die Harvard uniek maakt. Enerzijds is dat wij een soort van app store hebben ontwikkeld met die verschillende testen die onze klanten kunnen inzetten. En dat maakt dat we breed inzetbaar zijn. Dus dat je heel snel, alsof je een powerpointje elkaar zet. Je klant kan eigenlijk bij elkaar klikken wat hij wil testen. Ja. Wij bestaan natuurlijk al een aantal jaren. We hebben heel veel data verzameld. En wat wij vanaf het begin af aan gedaan hebben, is mensen die aangenomen zijn via ons systeem volgen. Dus na 3 maanden, 6 maanden, 9 maanden. Dus je valideert ook je methode. Exact. Ja. Dus enerzijds is dat natuurlijk validatie van hadden wij het goed. Maar veel belangrijker is slimmer worden. Dus we kijken naar bepaalde datapunten. En zijn die datapunten nou echt relevant voor succes? En kan je, wat ze dan noemen, een algoritme trainen? Kan je je algoritme slimmer maken om daar steeds nauwkeuriger in te zijn? En daarbij hebben wij de mogelijkheid geboden voor met name kleinere bedrijven om te leunen op de data van grotere bedrijven. Zodat je, als je vandaag begint, morgen al slimmer bent dan gisteren. Dat maakt ons wel uniek in deze wereld. Even als ik even naar mijn eigen geschiedenis kijk met het aannemen van mensen. Dan, wat ik er altijd moeilijk aan gevonden heb is, en ik neem aan dat jullie dat ondervangen en dat jij me zo gaat vertellen hoe dan. Is dat er zijn mensen die kunnen zich heel goed verkopen in een proces van sollicitaties. En er zijn mensen die komen pas tot wasdom. Als ze ergens zitten. Ik heb dat nog recent afgelopen een paar jaar meegemaakt. Iemand waarvan ik eigenlijk dacht van, ik weet het niet helemaal. En toen zij wegging, dacht ik echt van, deze is goud. Die moet iedereen willen hebben. Ja. Ik zelf heb dat nooit in ieder geval op dat eerste moment herkend en erkend. Ja. En nou wil je dat wij dat oplossen? Ja, ja dat gaat eigenlijk niet. Wel. Snap de vraag. Ja. Geen enkel mens en geen enkel systeem kan 100% foutloze voorspellingen doen. Dus hoe wij onszelf ook positioneren is als decision support. Dus wij willen aanvullende datapunten leveren, waardoor je dat besluit in ieder geval beter kan maken. Ga je daarmee voorkomen dat je ooit nog een verkeerde hire doet? Absoluut niet. Ga je het aantal verkeerde hires terugbrengen, met name in de volumerollen? Ja, 100% wel. Wat bedoel je met volumerollen? Als je een klein bedrijf bent en je neemt 1 iemand aan, dan kan je met statistische data niet zoveel. Nee. Als je er 10 aanneemt, dan kunnen we wel een klein beetje impact maken. Worden dat er 20, 50 of 100? Picknick met z'n 500, zeg maar. Nou, absoluut, ja. Met name ook omdat je dan het algoritme natuurlijk heel goed kan gaan trainen. Ja, en zitten daar zelflerende elementen in? Ja, dus op basis van, en dat maakt Harvard wel echt uniek ten opzichte van heel veel andere start-ups, het feit dat wij mensen volgen. En dat onze klanten echt in staat zijn ons te vertellen, jongens, we zijn nu 6 maanden later, we hebben deze mensen aangenomen, deze zijn al vertrokken, deze en doen hoe, het goed. Hoe werkt dat dan? Want ik vind dat eigenlijk een van de meest interessante aspecten, want weet je, zo werken natuurlijk algoritmes die zichzelf verbeteren, dat je de uitkomsten opnieuw zeg maar als data voert aan het algoritme, waardoor je kunt leren. Betekent dat iedereen die bij jullie je diensten afneemt zich ook verplicht om te blijven rapporteren over de... het is geen verplichting, alleen het geeft natuurlijk wel meerwaarde voor onze klanten. En we proberen het zo makkelijk mogelijk te maken. En voor hunzelf ook, dus uiteindelijk als zijn klant blijft... Absoluut, dat bedoel ik. Dus het heeft meerwaarde voor onszelf.
Het is natuurlijk niet makkelijk, zeker niet bij grote organisaties, om goede data te verzamelen. Daar hebben wij niet alleen last van, daar heeft iedereen die met data werkt last van. Wat je kan doen is het zo makkelijk mogelijk maken, door je tool heel slim daarop in te laten spelen. En aan de andere kant van het spectrum, ze kunnen ook gewoon een Excel-file met data aanleveren en daar kunnen we ook mee aan de slag. Ja, en hoe werkt dat dan precies? Want je zei net ook, als het over die data gaat, dat je eigenlijk de kleinere bedrijven bijvoorbeeld in staat stelt om de data van de grotere bedrijven te gebruiken. Er zitten natuurlijk enorm veel privacygevoelige aspecten in. Hoe hebben jullie dat allemaal afgedicht? Ja. Ja, hebben bedrijven niet heel erg de neiging om juist op die data te blijven zitten? Ja, data heeft natuurlijk meerdere lagen. Hè? Dus als je het hebt over persoonsdata, met de nieuwe wetgeving absoluut heilig. Daar komt niemand aan. Alleen de intelligentie die je eruit kan halen, dat is wat anders. En dat kan je wel inzetten. Ja, en dat tik je ook contractueel af met iedereen die met jullie meedoet. Absoluut. Dat je in geanonimiseerde vorm dat mag gebruiken om je algoritmes te verbeteren. Ja, in geaggregeerde vorm zelfs. Ja. Nog een niveau hoger. Ja, oké. Noem eens een paar klanten die wij moeten kennen. We werken voor alle grote uitzendbureaus. We werken voor grote bekende namen als Booking.com hier in Nederland. In Amerika partijen als bijvoorbeeld Zappos, een bekend bedrijf in het HR-wereldje. Die werkt met ons. Dus diverse bedrijven. Ja, wat ik ook interessant vond is dat ik las volgens mij afgelopen zomer ergens dat jullie, meen ik, 7 miljoen euro investering hadden opgehaald. Ja. Dat je er toen bij zei dat ongeveer rond deze tijd alweer op zou zijn. Ja, de volgende 4 is alweer opgehaald. Oh, de volgende 4 is alweer opgehaald? Ja. Oh, die zijn ook weer bijna op. Nou ja, dat gaan we vanavond misschien. Nee, van dezelfde investeerder, want dat zei je toen al. Hè, we kunnen mogelijk meegroeien in dat fonds. Maar wat mij altijd dan fascineert is, als je zo'n goede dienst hebt, waarom je dan zoveel verlies maakt? Dat is mijn overtuiging en ik denk veel SaaS-bedrijven, je moet echt snelheid maken. En dat is soms on-Nederlands, maar een bedrijf wat op data leunt uiteindelijk en op een tool waar je uiteindelijk pas weer geld mee verdient. Als je het heel vaak verkoopt, hè, dat is een SaaS-bedrijf, dat heel veel partijen moeten van je dienst gebruik maken, wil je dat aan het rollen houden, dan moet je een bepaalde schaalgrootte krijgen. En als je dan alleen op Nederland focust met een product wat eigenlijk niet puur Nederlands is, want wij zijn geen Nederlandse oplossing, dan heb je een hele grote kans dat er uiteindelijk een Amerikaanse speler komt die gewoon vol over je heen stapt. En ik denk dat je dat in heel veel takken van sport natuurlijk ziet, dat alle grote jongens komen uiteindelijk uit de US. Dus wij hebben op een gegeven moment daar best wel een rationele keuze over gemaakt van of we gaan ons echt een uniek Nederlands product maken en op de Nederlandse markt focussen. Dat was niet onze ambitie. Toen hebben we ook gezegd, dan gaan we ons echt volledig op de US focussen. En daar een team opbouwen. En als je in de US een serieus sales- en marketingteam wilt opbouwen en daarbij ook nog eens het wiel moet uitvinden en je product moet doorontwikkelen, dan gaat het hard. En dat haal je niet uit je running business. En daar gaat het geld nu in zitten. Ja. Waar zitten jullie in Amerika? In New York. New York? Ja. En je zei, daar groei je hard. Hoeveel mensen moet je aan denken? We zijn nu met 13 mensen daar. We zijn in die tijd, iets daarvoor, zijn we met 1 iemand begonnen in een WeWork. Die een kantoor ter grootte van een wc en een telefoon. En dan ga je het uitvinden. Want het is toch een andere markt dan in Nederland. Het zaken doen is daar anders. We hebben dat langzaam opgebouwd. Dus... En sales en marketing zit daar, of technologie ook? We zijn begonnen met sales. Daarna is marketing erbij gekomen. Nu is het delivery daar. En ook onze hoofdassessments. Dus degene die nu de afdeling leidt die daarover gaat, die zit nu ook in de US. Ja. En technologie, dat doe je in huis? We doen dat op meerdere plekken. Dus we hebben in Nederland een team zitten. Maar ook in Israël en Sri Lanka. Om die schaalbaarheid mogelijk te maken. En ook bepaalde expertise aan ons te binden. Ja, en leg zeg maar dat eens uit. Ik denk dan Sri Lanka, denk ongetwijfeld hele goede mensen, betaalbare mensen. En ze zijn er nog. Er zijn nog mensen. Dat is in Nederland natuurlijk al niet meer aan de hand. Ja, ja en Israël, hoe verhouden die landen zich tot elkaar? Waarom daar? Israël is niet per definitie goedkoper, maar ze zijn wel technologisch goed. Natuurlijk ook hele, hele harde werkers. Een andere cultuur. Ja. En we hebben op een gegeven moment, omdat wij een belangrijk onderdeel van ons platform moesten herbouwen, hebben we besloten die herbouw voor een deel buiten de deur te zetten. En meerdere vendors gesproken, ook in Nederland, ook in andere delen van de wereld. Ja. En deze partij gekozen. Ja, toch vind ik het wel fascinerend. Want je zegt al, jullie verbranden behoorlijk veel geld. Omdat je mee moet in die strategie die we allemaal kennen van alle internetbedrijven, dat je marktaandeel moet veroveren. Het is natuurlijk ongelooflijk ingewikkeld. Helemaal in een sector waarin zoveel concurrentie is als die van jullie. Ja, kijk, ik denk vanuit de buitenkant beschouwd. Ik wil iets beter beeld krijgen van wat jullie nou zodanig positioneert dat je daar gewoon alle vertrouwen in hebt. Want je hebt zelf ook ergens in een interview gezegd,
in de lijn der verwachtingen blijft van die 30, 40, 50 start-ups die daarmee bezig zijn, blijven er een paar over. Ik denk überhaupt, hè, dus als je naar het start-up landschap kijkt, wat is het? 0,4% haalt het uiteindelijk. En volgens mij 4% komt tot een omzet van 1 miljoen plus. Dus als jij nu tegen mij zegt, ja, er zijn heel veel start-ups in deze wereld bezig. Ja, je kan nee, morgen... nee, maar op HRM. Ja, nee, precies. Dus ook in deze wereld zijn heel veel start-ups bezig. Maar van die start-ups zal 0,4% het uiteindelijk halen. Ik denk daarnaast dat de industrie heel groot is. En ook vanuit de buitenwereld is HRM is één ding, HR. Maar als je in die industrie zelf ziet, dan zal je zien dat sourcing, nou, je hebt een wonderkind gesproken, dat is sourcing. Wij gaan over dat stukje preselectie, dan heb je heel veel applicant tracking systemen, dan heb je onboarding systemen. Dus ook in hebben die wereld. Ook gehad, onboarding. Nou, plus, precies, het zijn allemaal subdomeinen die hun eigen stukje van die HR-keten oppakken. En dan denk ik niet dat het heel veel bedrijven zijn. En ja, wij zijn al wel een tijdje bezig in ons domein, hè. Dus er zijn er nu wat meer dan toen wij begonnen. En ik denk wel dat we daardoor echt een mooie voorsprong hebben. Ja. Als je het dan hebt over dat geld verbranden, dat is natuurlijk ook wel relatief. Dus in Nederland, als je 7 miljoen ophaalt, dan staat dat in de media. Dan in een nationale krant, die meldt dat dan. In Amerika bij 7 miljoen, dan heb je je seed capital net opgehaald. Dus het is natuurlijk ook, wel relatief. Ja. Picnic haalt 100 miljoen op. Dus, dus Spotify heeft nooit een cent verdiend, gaat vandaag... ook interessant naar de beurs. Ja, ook vandaag interessant naar de beurs. Dus volgens mij... moet je het geld in de context van je business acceleratie zien. En daarin zagen wij bepaalde mogelijkheden, met name in de US. Nou, daar hebben we geld voor geallockeerd. Toen al aangegeven, inderdaad, dat gaat op. Maar als we onze targets halen, geen probleem. Dan komt de volgende tranche. Nou, dat is ook weer gebeurd. En zo stage je dat bedrag. Maar om dat bedrag aan zich als een groot bedrag te zien, ja, het is natuurlijk een hoop geld, maar... Nee, oké, maar goed, hè, dat, nogmaals, of tenminste logisch, dat geld is op zich... Althans, in onze beleving zeg maar veel geld, relatief misschien niet. Maar zolang dat tegenover groei staat, is dat prima. Zeg maar. Kun je daar iets over zeggen, van hoe hard jullie groeien? Ja, nou, ons doel is, wij willen in ieder geval 100% per jaar minimaal groeien. Dus dat is een absolute ambitie. Daarbij ligt de focus van die groei nu wel echt in de US. Wanneer het gaat om wat ze dan de mid-market noemen. Dus de US is voor ons een heel belangrijke markt. Ja. En uit Nederland, hè, want dat is onze thuis. Maar waarom hebben jullie niet voor de rest van Europa gekozen? We hebben het uitgeprobeerd. Dus we zijn naar Duitsland gegaan en we zijn naar Engeland gegaan. En eigenlijk twee redenen. Ook na Amerika uitgeprobeerd hebben wij wel het idee dat Amerika heel erg open staat voor innovatie. Met name in dit domein van recruitment. Ja. Zeg maar al verder vooruit lopen op de troepen dan bijvoorbeeld in Duitsland of in Frankrijk. De taalbarrière is natuurlijk ook iets waar je gewoon rekening mee moet houden. In Duitsland willen mensen gewoon Duits spreken als je zaken met ze doet. En in Amerika is iedereen gewend dat je ook steenkolen-Engels kan spreken. En ik geloof ook echt dat als je het in Amerika gemaakt hebt, dat dan de stap terug veel makkelijker is dan dat als je het in Duitsland ook gedaan hebt, dat Amerika je dan omarmt. Dus ja, en dan moet je focussen. En daarom hebben we toen gezegd, dan gaan we ook alles op de US hebben. En Engelsen zijn gewoon eigenwijze snijbonen. Dus spreek je de taal ook, maar dat is een ander verhaal. Het is ook weer een andere cultuur, absoluut. Maar ook daar hebben we een leuke klant, hoor. Ja, maar cultuur is anders. Het eigenlijk ding. Ja. Hè? Maar cultuur is wel een interessant ding. Johan Schaap vraagt ook op Twitter. Met name, wie zijn de grote concurrenten? Maar ook, vooral, is het een winner-takes-it-all-markt? Of zijn er juist ook heel erg lokale elementen hier? Taal, cultuur... Nog lastig te zeggen, omdat het nog een redelijk onontgonnen... Tuurlijk, er zijn al meerdere start-ups, maar deze industrie is nog niet uitgekristalliseerd. Dus ik kan echt wel scenario's bedenken waarbij de lokale spelers heel goed worden in iets wat echt lokaal is. Maar dat zal niet taal zijn, want taal is niet meer het onderscheidend vermogen. Ik denk eerder dat het omdat het een dataplay is, dat uiteindelijk één of meerdere winners het hele domein gaan claimen. Ja, dus, en dat is ook echt jullie strategie? Ja. 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 Hey, als je nou kijkt naar... het hele palet aan activiteiten rond preselectie en recruitment en HR en al die verschillende aspecten. Is LinkedIn natuurlijk ook zo'n platform wat daar best belangrijk in is geworden? Gebruiken jullie bijvoorbeeld de data die je daar kunt vinden ook in jullie algoritmes? Nee, wij kunnen wel naar cv-data kijken en die kan je dus ook vanuit LinkedIn halen als iemand daar echt expliciet toestemming voor geeft. Ja. Maar wij grasduinen niet willekeurig op LinkedIn. Nee. Waarom? Vind je het ingewikkeld? Is het niet interessant? Want ik kan me voorstellen dat juist je arbeidsverleden en de recommendations en de relaties, dat best hele belangrijke informatie is. Ja, het arbeidsverleden kunnen we meekijken. Ja. Een merendeel van de rollen waar wij nu voor ingezet worden, is voor een doelgroep die nog niet een hele zware LinkedIn-historie heeft. Maar is dan
kan dan ook niet waardevol zijn wat diegene op Facebook, Twitter, Instagram, etc. Ja, daar gebeuren ook heel veel experimenten op. Hè? Onder andere Cambridge University doet veel experimenten op het uittrekken van persoonlijkheid uit social media. Ja. Er zit natuurlijk een hele juridische kant aan, of het wel mag. Nou, ik denk van niet. Er zit nog een ethische kant aan. Ik vind dat... Of je het wel moet willen. Ja, ik vind dat persoonlijk ook een stap te ver gaan. Ja. En dan heb je nog het validiteitsgegeven. Klopt het dan wel wat je zegt? En met name in de US is dat extreem belangrijk. Daar worden daar meer bedrijven aangeklaagd vanwege het selectieproces dan vanwege mensen die in dienst zijn. Dus als je een uitspraak doet, dat is daar compleet anders dan hier. Discriminatie, gelijke kansen. Er is een heel bataljon redenen om een bedrijf aan te klagen als je afgewezen wordt. Dus als je je algoritme wil trainen en slimmer wil maken, en dat ook doet op basis van die performance feedback, moet je wel zeker weten dat het startpunt klopt. En, dat vind ik een van de meest interessante dingen van wat jullie doen. Want daar wil ik ook een beetje heen. Wij waren ook weer in Austin op South by Southwest. Het gaat natuurlijk alleen nog maar over artificial intelligence en machine learning en algoritmes en data. En wat mij ook weer heel erg opviel daar is dat, weet je, uiteindelijk als je in die algoritmes dezelfde bias meeneemt die in een samenleving zit, of in dat toevallig de meeste HR-mensen binnen bedrijven white male mensen van tussen de 40 en de 50 zijn. En die laat je ook die algoritmes ontwikkelen, dan zijn die natuurlijk biased. Nou, daar zit een heel goed. Ja. En dat is precies waar jij het over hebt. Ja. Want uiteindelijk worden mensen die gaan jou aanklagen, omdat ze zeggen, gelijke kansen, antidiscriminatie. Hoe voorkom jij dat in jullie algoritmes en assessments bias zit? Bias komt door de verkeerde feedback data. Even terug naar onze industrie. Hè? Ja. Waar wij ook naar zouden kunnen kijken is, wij maken ons Harvard-profiel. Dan neemt de recruiter een besluit. Ik neem iemand wel aan of ik neem iemand niet aan. Dan heb je al heel snel feedback data. Want blijkbaar diegene die niet aangenomen is, die is niet goed. Maar als die recruiter dan dat doet op etniciteit, man, vrouw, zaken waarvan je eigenlijk niet wil dat er naar gekeken wordt, dan neem je die bias mee in je algoritme. Door één stap verder te gaan, wat qua dataverzameling moeilijker is, namelijk gaat iemand het echt goed doen op zijn werk, heb je dat stuk bias niet meer. Daarnaast proberen we dus meerdere feedbackmomenten te pakken om daar ook een stukje bias uit te halen. Maar bijvoorbeeld, als iemand in een bedrijf tegen jullie zegt, ik wil wel weten wat de etniciteit van iemand is, dan verzamelen jullie dat en neem je dat mee. Nee, dus je kan natuurlijk ook aan de voorkant, dus aan de achterkant moet je goede performance feedback data verzamelen. Aan de voorkant, het is niet zo dat een algoritme gedwongen naar alles moet kijken wat jij beschikt. Daar mag je zelf ook een uitspraak over doen. Sterker nog, maar hebben jullie daar een stelling naar mee? Ja, niet alleen wij, maar in de US is dit echt een hot topic. Daar wordt aan de sollicitanten, wordt aan van tevoren gevraagd of ze tot een etnische minderheid behoren. Man en vrouw wordt gevraagd, soms zelfs seksuele geaardheid, leeftijd wordt gevraagd en die data wordt apart opgeslagen. Dus die gaan niet mee in het selectiecriterium, maar wel helemaal aan het einde van het proces, als mensen aangenomen worden, gaan we die data meenemen om een wat we dan noemen een adverse impact study te doen. Om te kijken of ergens in het proces het toch niet zo is dat bijvoorbeeld donkere mensen aan het einde van het proces veel vaker worden afgewezen in verhouding tot het aantal donkere mensen wat gesolliciteerd heeft, of etnische minderheden. En als dat zo is, dan worden, omdat Amerikaanse bedrijven er heel hard op zitten, gaan ze terugkijken in de subketen van het proces. Wanneer is dat nou gebeurd? Kwam dat door Harvard, dat Harvard ze gefilterd heeft? Of kwam het aan de recruiter? Of was het de line manager? Ja. En zo wordt dat continu gemonitord en bewaakt. Ja. En er gaan natuurlijk steeds meer stemmen op om bedrijven ook te verplichten om op dit soort kenmerken blind te kiezen. Ons systeem faciliteert anoniem solliciteren. Precies. Dus dan kan je als recruiter. Dat vind ik een van de meest interessante ontwikkelingen. Want als je echt, denk ik, discriminatie zou willen uitsluiten, is dat denk ik de enige manier. Dat denk je anders. Ja. En dat is, je kan het dan uitsluiten in eerste stap. En dan belt een recruiter. En die heeft iemand aan de lijn. Nou, heel vaak hoor je wel wat de etnische achtergrond is. En als je het niet hoort, dan heb je daarna altijd nog een gesprek en dan zie je het. Ja. Eigenlijk onze positie is, probeer daar nou eens een datalaag overheen te leggen, waardoor de recruiter gedwongen wordt om ook iets anders te zien. Dus het is een man van boven de 60. Ik roep even wat. Ja. Maar kijk, hier is een rapport van Harvard. Deze man is fantastisch met computers. Zijn Nederlands is foutloos. Maar wij zien een aantal zaken waardoor we echt denken dat hij heel geschikt is voor dit werk. Ja. Dan dwing je in ieder geval om een tweede keer na te denken. En ik geloof daar meer in dan het anonymiseren. Want je kan het niet in het hele proces. Ik ben het helemaal mee eens. Maar wat ik juist de interessante link vind met al die discussies die wij in Austin weer hadden in maart, die ik echt heel erg interessant vond, is dat ik was bij één presentatie, zeiden van
weet je, we moeten toch echt naar de opmars van die data en de algoritmes die heel veel dingen gaan bepalen. We moeten daar echt een ethische laag overheen gaan leggen. En iedereen in elk onderdeeltje van zo'n proces draagt ook verantwoordelijkheid. Daar ben ik het helemaal mee eens. Jullie voelen dat ook echt Ja, absoluut. Zo? Nee, maar ook persoonlijk. Dat vind ik zelf ook. Ja. Dus het moet echt wel voor de benefit of all zijn wat je doet. Ja. Als het over data gaat. Absoluut. En we proberen dat zelfs letterlijk door te vertalen bij Harvard. Want wat we nu aan het doen zijn is, ja, in zo'n proces kunnen sollicitanten ook afgewezen worden. Dat is logisch. Ja, en wat wij nu aan het doen zijn is kijken, kunnen we van dat dataprofiel wat we dan hebben, kunnen we een sollicitant een alternatieve functies bieden, waarbij de kans op een hire groter is. Dat hij meer kans heeft om aangenomen te worden. Want er zijn ook mensen die solliciteren misschien wel 10, 20, 30 keer zonder aangenomen te worden. Terwijl, en elk sollicitatieproces is weer een doodlopende straat. Dus waarom niet proberen? Jullie zouden ook moeten kunnen analyseren hoe dat komt. Precies. Ja. Nou, dat proberen we dus te doen. Ja. Alleen, ja, een dataspel zorgvuldig. Kijk, elke start-up werkt met AI en met machine learning. Je moet alle woorden roepen, want anders haal je geen geld meer op. Zogenaamd. En blockchain, hoop ik. En blockchain. Ja. Dat was vergeten. Ja. En blockchain. Ja. Dus in de voorbereiding van ons ICO... Nee, ja. ICO. Ja. Kom maar met die tokens. Ja. Ja. Die, zeg maar, dat bewustzijn van wat je aan het doen bent en zorgen dat wat je doet, dat het zorgvuldig is, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Zeker als je over belangrijke beslissingen, dus medische beslissingen, financiële beslissingen, dan moet je er wel zorgvuldig voor. En word je daar ook naar, inmiddels naar gevraagd door je klanten? Of is dit nog wel een... Het dataonderwerp. Nee, maar waar we het nu over hebben. De ethiek van het... Van, De selectie, dit soort mechanismen, jij zegt anti-discriminatie. Dat wel. Dus als het gaat over de ethiek in recruitment, is dat gewoon een heel hot topic, ook in Nederland. Ja. Dus absoluut. En ik denk ook dat veel HR-professionals zijn natuurlijk wat ze dan mensen noemen. Dus die zijn er ook wel echt heel bewust mee bezig. Dus dat is heel goed om te zien. Die datalaag die daarbij mee gaat spelen, dat is natuurlijk vrij nieuw. Ja. Ook namelijk in die HR, maar ik denk in elke industrie. Dus het is niet zo dat wij filosofische discussies met onze klanten over... Ja, machine learning hebben, maar wel over wat dat zou kunnen betekenen in recruitmentprocessen. Ja. Hey, mijn laatste vraag, op het idee ook weer gebracht door Johan Schaap. Ik zal niet claimen dat ik het zelf heb bedacht. Hij vraagt dat de voorspellingen natuurlijk zijn dat veel mensen hun baan kwijt zullen raken, omdat de robotica een enorme impact gaat hebben op wat voor werk mensen doen. Ja. Jij vertelde net al dat jullie juist goed zijn in die... Grote hires, dat zijn vaak ook de dingen die natuurlijk weer geautomatiseerd kunnen worden. Hoe kijk jij tegen die ontwikkeling aan? Ook voor de toekomst van je eigen bedrijf? Ja, het zijn twee vragen. Dus misschien wel drie. Misschien wel drie. voor mijn eigen bedrijf. Hij zegt één laatste vraag, zei hij. Maar ja, precies. Eén laatste drie vragen. Even een minuutje vol. Voor ons eigen bedrijf maak ik me daar geen zorgen over. Want je ziet ook dat die banen weer vervangen worden door andere banen waar dezelfde problematiek gaat spelen. Sterker nog, het aantal banen en het aantal type werk wat je kunt doen neemt alleen maar toe. Dus de kans dat je eruit een growth hacker, weet je wel, de kans dat je uit een cv gaat halen is niet zo heel groot. Dus ik zie er eigenlijk alleen maar kansen. Ja. Plus als er hoge werkloosheid ontstaat, ja, dan hebben bedrijven meer sollicitanten en dan hebben ze weer tools nodig om de beste mensen eruit te halen. Dus ook daar... Maar die andere kant... Er wordt natuurlijk nu naar bedrijven gekeken of wij een ethische overweging hebben in wat wij aan het doen zijn. Maar ik denk op dit vlak is er een veel grotere verantwoordelijkheid voor de overheid om een holistische view daarover te hebben. Misschien moeten we wel naar een basisinkomen. Misschien moet je dit wel op een hele andere manier gaan oplossen. En ik denk dat die verantwoordelijkheid nooit bij bedrijven alleen neergelegd kan worden. Dat ben ik met je eens. Maar voor je eigen bedrijf, jij denkt van ach, als daar de banen verdwijnen, komen ze er daar weer bij. Ik ben een ontzettend optimistisch persoon. Dus ja. Moet je waarschijnlijk zijn als je onderneemt. Dan je moet wel, ja. Ja. Hey, waar kom jij vandaan? Wat heb je hiervoor gedaan? Ik had een innovatiebedrijf in Amsterdam en ook een softwareontwikkelclub. En ik deed veel innovatietrajecten, onder andere voor Randstad. En zo ben ik de wereld van recruitment ingerold. Ja. En gedacht, dat kan toch anders? Ja, en nog steeds blij dat je die stap gezet hebt. Ja, ik heb wel echt heel veel lol in elke dag. Ja. Nou, fantastisch. Ja, fantastisch. Hey, dankjewel voor de mooie vraag. Gedaan. Ja, heel dankjewel heel voor de uitnodiging. En kom over een jaartje nog eens vertellen hoe het jullie vergaan is. Ga ik zeker doen. Ja? Ja, absoluut. En ik ga zo'n biertje zoeken. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Jullie bedankt voor het kijken. En het biertje wat ik heb heet Kon Minder. En dat komt van de Baks bier uit Groningen volgens mij. Groningen omstreek op z'n minst. En ik drink een Hertog Jan. Dat is helemaal niks voor jou, hè? Dat is eigenlijk een raar biertje voor jou, man. Zootje. Even kijken. Jetstream uit Groningen voor de livestream. Bedanken we zoals altijd. Bier & Co. zorgt voor deze biertjes. PQR voor de hosting van de website. En daar zijn we vandaag zeker. Freedom Lab in Amsterdam, waaruit we uitzenden. En nog eventjes, ik heb het aan het begin gezegd, zeg het aan het einde nog een keer. Geen overkill, hè? Dit is geen overkill.
Stekel, ik heb aan het begin van het jaar gezegd, dit wordt het jaar van de sales voor mij. Dit is daar het begin van. Nee, je doet het heel goed. Fastmoving Targets / members en word lid en je krijgt dit soort mooie magazines bij je thuis. Dankjewel. Dag.